En dan nu? Hallo kijkers. Mijn moeder gaat vanwege haar conditie naar een verzorgingstehuis. Wij mogen nu haar oude huis opruimen en in de boekenkast vonden we ruim een halve meter kookboeken. Een paar oude, een paar speciale en ook een stuk of 12 afslankboeken. Mijn moeder heeft heel wat diëten geprobeerd. Lekker slank met Dr. Frank, 365 dagen lekker slank, Sonja Bakker deed ook mee en de Weight Watchers wisten ook 4 boeken aan mijn moeder te slijten. Maar wat moet je daar nou mee? Iemand zei, als je met die stapel 3 keer door de Kalverstraat op en neer gaat, dan ben je ook al heel wat calorieën kwijt. En dat bracht me op een idee. Mijn vader had een schuurtje met gereedschap en daarin vond ik 2 lijmklemmen. Je maakt 2 gelijke stapels, je drukt ze stevig op elkaar en dan kun je beginnen met de workout. En 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en herhaal het nog een keer of 3. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende week. Maar wat zou ik nou eens met deze 25-delige encyclopedie uit 1951 kunnen doen?